Ik had jullie al gezien natuurlijk en deze ook. Hey iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik heb me net klaargemaakt. Ik ga vandaag na lange tijd nog een keertje naar de kringloopwinkel. Vroeger was dat iets dat ik minstens één keer per week deed. Maar de laatste tijd heb ik het zo druk gehad met van alles en nog wat. Dat ik die hobby een beetje uit het oog ben verloren. Maar de lucht is vandaag heel donker. Je ziet het niet zo goed, maar er komt een regenwolk aan. Dus het perfecte weer om naar de kringloopwinkel te gaan. Ik ga samen met mijn mama. Ik ben niet op zoek naar iets specifieks. We gaan gewoon voor de fun. En als we iets leuks tegenkomen, dan nemen we dat mee. Ik ga vandaag beginnen op de kledingafdeling. Ik sta hier nu bij de kinderafdeling, omdat er in de andere afdelingen wat te veel mensen rondwandelen. En dan schaam ik mij een beetje om de camera boven te halen. Daarom ben ik overal op mijn kijken. Het is iets waar ik aan moet werken. Gewoon comfortabeler zijn met de camera in het openbaar. Het is niet zo makkelijk soms, want mensen kijken dan heel vaak heel raar naar mij. Maar oké, daarom staan we hier. Ik ga alle rekjes eens bekijken. De laatste tijd heb ik niet meer zo heel veel geluk in de kringloop vergeleken met vroeger. Vroeger vond ik echt gemakkelijk 5 à 10 stuks per keer dat ik naar de kringloop ging. Allemaal super mooi. Maar de laatste keren is dat eigenlijk nooit meer gebeurd. En moet ik blij zijn als ik 1 stuk vind. Dus we zullen zien. Misschien komt het omdat mijn stijl veranderd is. Misschien is de selectie gewoon minder goed. We gaan op zoek. Als ik hier naar kijk, dan zie ik bijvoorbeeld wel superveel leuke prints. Dit vind ik bijvoorbeeld een leuke print. Mooie kleur. Leuke print. Leuke print. Mooie kleuren. Dit is ook leuk. Dus we gaan het een kans geven. Het is het beste om altijd gewoon alles even naar één kant te doen. En echt afzonderlijk naar alles te kijken. Dit is bijvoorbeeld al wel een hele leuke trui. Ik hou van geel. Het ziet er wel goed uit. Dus deze zullen we al meenemen. Dit is niet zo mijn ding. Dit ook niet. Zo'n hele brede broek. Dit is misschien wel leuk. Het is iets anders. Het is wel maat medium en ik draag een small. Maar we gaan het gewoon meenemen, we zullen wel zien. Dit is bijvoorbeeld een heel leuk rokje, maar veel te groot voor mij. Als ik nu handig was met kleding aanpassen, dan zou ik dit wel meenemen. Want ik vind dit wel echt heel mooi. Maar ik kan echt absoluut niks van naaien en dat soort dingen. Dus jammer genoeg niet. Ik zal jullie laten zien wat ik tot nu toe gevonden heb. Ik probeer te onthouden dat ik mij heel ongemakkelijk voel met alle mensen die op dit moment naar mij kijken. Maar ik doe dit voor de video. Ik heb een paar dingen voor mezelf, een paar dingen voor mijn mama. Ik moet alles nog passen. Dit is het eerste, geel trui. Dat hadden jullie al gezien natuurlijk en deze ook. Dan heb ik nog dit gevonden. Dit ga ik zo meteen aan mijn mama laten zien. Misschien vindt zij dit mooi. Mama draagt vaak donkere kleuren. Ik wil wat kleur in haar leven brengen. Dit weet ik niet zeker. Ik dacht misschien leuk voor op vakantie, voor op het strand of zo. Of een bikini. Dan, dit is ook voor mijn mama. Misschien, als ze het leuk vindt. Dan heb ik dit. Niet meteen een kleur die ik zou dragen. Maar ja, misschien staat het mij goed, misschien niet. Dan heb ik dit, ook voor mijn mama. En als volgende, wacht, moet ik even kijken hoe het in elkaar zit. Dit lange jurkje. Dan heb ik deze hele lange jurk. Gaat echt helemaal tot op de grond. Dit is moeilijk om te laten zien. Ik heb het zelf ook nog niet gezien hoe het eruit ziet, maar het zou een broekpak moeten zijn.
voorlaatste, gewoon een wit blouseje. En het laatste, wit met blauwe streepjes. Is die van het glas en de bloempotten, de vazen en de kommetjes. Ik heb hier eigenlijk niks van nodig, dus tenzij ik iets vind dat ik echt super super mooi vind, ga ik hier niks kopen, maar we gaan wel gewoon een keertje rondkijken en zien wat er allemaal is. We hebben ook eventjes rondgekeken bij de zitbanken, de tafels en de stoelen. Maar voorlopig heb ik ook van die afdeling niks nodig. Dus we gaan nu naar de laatste afdeling en dat is die met de antieke spullen. Mijn papa is een grote antiek verzamelaar en liefhebber. En ik ga eens kijken of ik misschien iets leuks kan vinden voor hem. Niks gevonden, jammer genoeg. Dus nu ga ik de kleding afrekenen die ik gekozen had en dan gaan we weer naar huis. Dat was alles voor deze video. Laat me zeker weten of jullie nog leuke kringloopwinkels kennen waar ik volgende keer naartoe kan gaan. En dan hoop ik dat ik jullie weer zie in de volgende video. Bye.